Eindhoven is weer een international rijker. De 19-jarige keeper van de Eindhovense bandyclub, Simo Herbkens, gaat naar het WK Bandy in Moskou. Deze sport is een combinatie van veldhockey en ijshockey. Bandy is een sport die lijkt op ijshockey. Alleen we spelen met een balletje dan in plaats van een puck. En met een kortere stick. En we spelen, ja, hier dan spelen we op een ijshockeyveld. Alleen als je... Weet je, bijvoorbeeld dadelijk in Moskou spelen op een veld dat is even groot als een voetbalveld. De jonge keeper traint 3 dagen per week in Nijmegen. Op zondag traint hij met zijn eigen team in Eindhoven. Na een paar trainingen in het nieuwe seizoen kreeg hij een uitnodiging van de bondscoach. Ja, daar was ik wel echt blij om natuurlijk, want zo'n kans die krijg je niet zo vaak. Maar toch, als je hem wel krijgt, dan is dat wel mooi. Hè? En ben je al zenuwachtig? Ja, redelijk. Best wel. Want we gaan al aanstaande zaterdag gaan we al. Dus het begint redelijk dichtbij te komen. En dan denk je toch van, oh. Maar het is wel mooi. De vader van Simo is ook keeper bij de Eindhovense bandyclub. Hij was erbij toen zijn zoon te horen kreeg dat hij naar het WK mocht. Ik stond zelf op dat moment met een blessure langs de kant. En ja, ik was erbij. Trots. Hè? Ben je als vader of niet? Ja. Maar u was erbij. Waar kreeg hij dat te horen dan? Na een wedstrijd in Nijmegen. Dus we hadden een wedstrijd met het team gespeeld in Nijmegen. En toen kwam eigenlijk de coach van het Nederlands elftal, die kwam. En die zegt van, nou, we zoeken nog een keeper. En als jullie Simo tijd heeft en mee kan trainen, heel graag. Zo is het een beetje gekomen. En stond u te juichen daar van, ik heb een beroemde zoon dadelijk in huis. Nou ja, ingetogen, hoe heet dat? Blijdschap, hè? Je moet ze niet alles laten zien. In 2007 behaalde het Nederlandse bandyteam nog brons op het WK. Simo Herbkens denkt dat het Nederlandse team weer mee kan gaan doen voor de medailles. We maken al een kans. Ik weet echt niet wat het zal worden of wat de uitslagen gaan zijn. Maar een paar jaar geleden is er ook goed gespeeld en is er brons gehaald. En, ik hoop natuurlijk dat we een hoge positie halen. Dat is logisch. Wanneer word jij nou echt wereldberoemd? Is dat over een paar weken al? Nee, dat denk ik niet. Het zal wel... Ik denk dat het nog een hele lange tijd duurt.